Sint Maarten, de koeien hebben staarten. Vorige week was het Halloween, maar deze week is het Sint Maarten, een oer-Hollands feest. De kinderen trekken dan met lampionnen langs de huizen en zingen liederen om eigenlijk om snoep op te halen. In Hogeloon organiseert carnavalsvereniging het Sint Maartenvuur als aftrap van de carnaval. Job, voor de vierde keer Sint Maartensvuur. Heb je een goede opkomst? Ja, voor zover ik kan zien is de opkomst heel goed. Ongeveer 300 mensen waren er vorig jaar. Ik hoop dat we het dit jaar halen. We gaan zo beginnen met de lampionnenoptocht. Zo langs het kapelletje naar het ponyterrein. En dan gaan we het grote vuur ontsteken. Zal er ook gezongen worden? Gezongen? Door zanger Frans misschien. Nee, niet door mij, maar door de kinderen. Wat is eigenlijk de bedoeling, hè? De kinderen mogen zingen. Het Sint Maartenliedje bedoel je? Ja, natuurlijk. Ja. Wat jij ook zo goed kent. Sint Maarten, Sint Maarten. Kijk er maar naar. Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten. De meisjes hebben rokjes aan, de jongens hebben sokjes aan. Daar komt Sint Maarten aan. Sint Maarten, Sint Maarten, er waren twee te maarten. De ene had een petje op, de ander had een kale kop. Sint Maarten had er eentje op. Hartstikke goed. Ja, dankjewel. Ik loop met mijn huisjeslampion in donker nogal verstraat. En de mensen roepen, oh wat mooi, zo gauw de deur open gaat. Ze vragen, heb je die zelf gemaakt? Hoe heb je dat wel gedaan? Maar dat is natuurlijk geheim, mevrouw. Nou, ik moet weer verder gaan. Ik kom maar uit jullie klas verder. Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten. De meisjes hebben rokjes aan, de jongens hebben sokjes aan. Daar komt Sint Maarten aan. Sint Maarten, Sint Maarten, er waren twee te maarten. De ene had een petje op, de ander had een kale kop. Sint Maarten had er eentje op. Ja, die slaat met vuur. De voorzitter heet iedereen van harte welkom en is hartstikke blij met de grote opkomst. De oud-prins en de adjudant gaan het Sint Maartensvuur ontsteken. Peter, je bent hier ook bij het Sint Maartensvuur. Waarom? Oh, het is het vierde jaar al dat ik langskom en dit jaar heeft het eerst dat mijn kleinzoon meegaat. En die vond dat geweldig. En als het vuur nou nog groot wordt, dan geniet je dadelijk met volle teugen. En jij vindt het ook leuk? Hij kan nog niet praten. Maar het vuur vindt hij leuk? Absoluut, absoluut, ja. We gaan het daar zien. We gaan het meemaken. Ben je bang voor het vuur? Nee. En jij? Ben jij bang voor het vuur? Nee. Heb je ooit zo'n groot vuur gezien? Nee. Hey, zien jullie dat? Het vuur wordt hoog, hè? Ja. Weekend. Heb je zelf ook ooit vuurtje gestookt? Nee. Dat moet je eens een keer doen, is hartstikke leuk. Oké. Het vuur dat brandt als een hel. Sint Maarten zal er blij mee zijn. Dan hoeven ze de mantel niet weg te geven aan de armen.